Ik zie iedere maand grootouders voor de Tweede Kamer staan die zeggen: voor de volgende generaties willen wij dat jullie het nu gaan regelen. En bedenk eens, Terlouw zei het hier: de zon alleen al is voldoende van de hele energiebehoefte van de wereld. Nederland, we kunnen gebruik maken van eb en vloed. We kunnen gebruik maken van zoet- en zoutwater. Zelfs onze dijken. Het is bescherming. Je kan er overheen rijden en zelfs de druk erop is om te zetten in energie. Ja. De vraag mag, mag, is alleen: mag ik nog één beginnen een punt, we?